als ze een punt halen en volgende week tegen Oemoe winnen, dan kunnen ze zomaar naar de achtste plaats gaan. Maar nu staan ze toch wel tegen een muur van die kant te vechten. Oh, een heel goed slim balletje achterom. En de eerste try is een feit. In de derde minuut is de eerste score wordt geopend door DZRC. Ontvangen van de bal op snelheid en de juiste beslissing maken. Kijk wat ze nu mee gaan doen. Het is Tom Alting, pick and go over de blind side. Verlengd door Enikus hier aan de buitenkant. Het is Manuel Pinto met een goede run. Geeft hij hem nogal van de binnenkant? Ja, en dat is dan de eerste try voor Diok. Het is Manuel Pinto zelf die scoort als ik het goed heb. Helemaal aan de buitenkant van het veld. Tijd om de handschoen aan te doen. Jullie greven altijd erg goed met de conversiekicks, maar met dit weer tegen de wind in, mist hij deze conversie helaas. Tom Alting, Bimekers 4 naar Mees van Noord. Die maakt twee dummies en kan er tussendoor. Heeft Manuel Pinto bij, dan heeft Olivier Cielau nog bij hem. Drie man overlap, nou dit is een eenvoudige score. Manuel Pinto met zijn snelheid zou het moeten gaan halen. Loopt helemaal naar de zijkant toe en scoort daar in het hoekje. Tom van Loon weer met een break, speelt hem naar buiten naar Olivier Cielau. Die besluit gewoon zijn man op te pakken. Dan nog bal nog aan de binnenkant te brengen. Met Bas Leupen in naar inside. Manuel Pinto. Die gaat voor zijn derde try van de dag. Het zou zomaar Steven Neuwert Noord zijn kunnen zijn geweest. Oeh, die bal die stuit het in midfield. En dat is overigens Silo die daar op volle snelheid van kan profiteren. En kan onbedreigd naar de palen lopen. Drukt hem ook tussen de palen. Een rommelige fase van beide teams. Bal beluimd uiteindelijk op de grond en de eerste die dat goed beseft was Olivier Cielau en maakt ook zijn volgende try. Brengt hem mee de score op 51 tegen 7. Misschien dat de cameraman ook af en toe even het publiek wil filmen om te zien hoe mensen met bondmutsen langs de kant staan. Kijk, u zult het zo zien. Het is werkelijk Siberië in Nederland. Enfin, line-out van Delft Studenten. Chris van Ieperen, ook in het veld gebracht. Komt belanden nu bij de driekwartlijn. Oeh, balletje chipkick. Is dat goed? Ja, het is goed. Oh, Olivier Cielau met ook zijn derde. Fantastisch spel zeg. Ja, u hoort het oh en al van het publiek. Dit is natuurlijk gallery play. Ross Benekols met een dummy. Wordt opgevangen, maar blijft gaan. Die moet je echt naar beneden krijgen. Geeft nog weer een offload. En aan de binnenkant. En het is Josh Stewart die mag scoren. Fantastisch gespeeld. En zo wordt Joshua Stewart ook beloond. Aan de buitenkant is nu weer een gallery play. Helemaal aan de buitenkant is het nu. En nu wordt hij aan de binnenkant goed gelopen. En het is weer Tom van Loon. Ja, het is weer Tom van Loon die scoort. Ongelooflijk. Deze jonge jongen is overal op het veld aanwezig. En als ik het goed...